Light is ready! Watch the light! Oplet op de lichten. Oh, Jamie reageert meteen in het begin, maar gaat gelukkig weer op tijd terug. En kan alsnog van start, want daar is het groen. Superstart van Robert Doornbos. Hij is weer goed weg. Jamie even langs de baan. Oh, en meteen al een koprol voor Najib. En ook daarachter de anderen al in de problemen. Maar heel dicht bij elkaar. De blauwe auto van Jamie en de groene van Robert Doornbos. Zij zijn echt wat dat betreft aan elkaar gewoon gewaagd. Als het gaat om de snelheid. Touché, dan daar een beetje goed overheen als het weer lukken. Voorzichtig, dat is ook goed. Momentjes van even buiten de baan ook voor Jamie in de blauwe RC. Maar Doornbos volgt. Oh, daar staat Leontien vast. En wederom Najib in de problemen. Leontien wordt daar geholpen. Doornbos lijkt nu wat los te zijn. Kiest heel slim de buitenkant. En mist daardoor een hoop van de modder. Want Jamie sluit weer aan. Dicht op elkaar nu. Ronde 1. Robert, Jamie, René derde. Dan Najib, Leontien en Herman achteraan. Ronde 2 is ingegaan. En nog steeds zitten ze heel dicht bij elkaar. De groene RC van Robert Doornbos en Jamie erachteraan. Die gaat wat te ver naar buiten. En dan over die tafelberg. Neemt hij een jump en salto van Doornbos. En Jamie erbovenop. Jamie heeft geen hulp nodig. Doornbos moet nu geholpen worden. Ligt op het ruggetje. Maar komt heel snel weer dichterbij. Oh, Jamie. Hey, die gaat er gewoon naast. Mag dat? En weer een koprol van Doornbos. Hier nogmaals zo'n moment. De eerste koprol van Doornbos. Jamie belandt er bovenop. En hier dan dat stuk waar Jamie denkt, nou, dan maar via de buitenkant. En de tweede koprol van Doornbos. René, knap derde. Daar Leontien. Vlak daarachter de auto van Najib. En Herman hebben we eigenlijk nog niet zo gezien. Ah, daar is Herman. Herman in de bagger. Herman in de bagger. Herman in de bagger. Lopen, jongen. En dan moet iemand in de bagger om hem te helpen. Die kan. Jamie aan de leiding. Heeft nu toch duidelijk afstand van Doornbos, zou je zeggen. Het is nog steeds in de tweede ronde. En daar gaat de derde ronde in. Ja hoor, er is een grote voorsprong. Leontien dus drie, hè? Knap. René vier, idem dito. Doornbos moet nu zien dichterbij te komen. Jamie langs de buitenkant, nee. Op zijn zijkant. Kan hij daar weer wegkomen? Hij probeert het wel. Doornbos pakt de leiding opnieuw in die derde ronde. Jamie er meteen weer voorbij. Dan gaan ze weer over dit gedeelte heen. Zij aan zij. Bijna gebroedelijk, maar... Kijk naar met! De tikkies worden toch uitgedeeld, hoor. Ja. Onboord bij Doornbos, die Jamie blijft volgen. En daar worden we eerst op een rondje gezet. Dat is dus Najib. Weer door de bagger. Oh, vol op de paal. Jamie raakt daar vol die boomstam. Moet nu geholpen worden. En komt hij dan nog weg? Niet dat moment. Leun, head on op de boomstam. Is er dan schade? Dat zou vervelend zijn. Er is nog wel wat beweging. Maar hier niet meer. Ai. Jamie. Nee hoor. Nul punten. Kapotte auto. Dat is het dan. Jamie uit de strijd. Doornbos in zijn uppie aan de leiding. Leontien daardoor tweede. René derde. Dan Najib. Volgt door Robert, lekker. Krijgt een beuk daar. René Vroger van Doornbos, maar wordt wel als eerste geholpen. Dan gaan ze weer verder. Jamie dus buiten de strijd. Herman op twee wielen. En daar Leontien. Uit de bagger blijven, Leontien. Ook zij wordt nu op een ronde gezet. Maakt allemaal niet uit. Ze ligt gewoon tweede. En dat zijn belangrijke punten. Maar gaat het er ook om dat je geen fouten maakt? Vijfde van zes ronden inmiddels. Nou, Doornbos heeft dit al onder de knie. Leontien probeert het. En kijk, Doornbos doet dat nu voorzichtig. Oh, te voorzichtig. En die komt vast te zitten. En Leontien zet hem ernaast. Oh, maar zij wordt al. Ja, dames eerst, hè. Als eerste geholpen. Dames eerst. René, strak derde. Klein spinnetje daar voor René. Oh, ja. Ook hij op tijd geholpen. Komt hij daar nog goed weg? Ja, dwars door de houtsnippers. En over de tafelberg. Kijk, dat geconcentreerde kopje van Leontien. Oh, bagger. Jongens, rennen! Bagger. En ze wordt geholpen. Maar kost dit haar niet heel veel plekken? Jawel, ze zakt terug. Terug naar plaats 4. Doornbos door die modder met heel veel gas erop inmiddels in de laatste ronde. Kijk dan, geweldig dit. Prachtig, gas is alles in dat opzicht. En daar is hij, over de finish. Robert Doornbos wint ook dit snelheidsonderdeel. Daarna Jeep, maar daar zit René nog tussen. Jeep kiest er. Kijk, bijna de scheidsrechter ondersteboven, bij een van de baanposten.
Maar deze man voelt zich nog goed, alhoewel als hij de weg kan vinden. Ja, hij kan de weg vinden. Ja, René Vroger, knap tweede. Goed resultaat voor hem. En daar is Nadiep als derde. En dan wacht hij in de achtergrond waar Leontien en Herman zijn. Want ja, Jamie is er niet meer bij. Ja. Met de bouwauto. Daar is Leontien binnen. En daar dan ook als laatste. Ja! Herman de Blijker vol buiten de baan. Kan allemaal. En als we dan de tijden en de strafseconden bij elkaar optellen, is dit het eindklassement. Deze epische strijd wordt gewonnen door Robert. Hij pakt de volle 6 punten. René komt als herboren uit het modderbad met 5 punten. En Jeep grijpt er 4. Van Leontien had er misschien meer in gezeten dan 3 punten. Maar ook Herman is oké met een punt of 2. En Jamie, ja, een did not finish betekent 0 punten. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.